kerkje langs de Bragaweg. Men is hier in het centrum van de plaats en rijdt in noordelijke richting. Links op de voorgrond valt dadelijk het aardige kerkje van bescheiden afmetingen in het oog, alwaar diverse hervormde kerkgenootschappen hun diensten houden. Verder doorrijdende krijgt men aan de rechterkant het Pieterspark. Een van de weinige openbare parken die Indië bezit. Hoewel dit een zeldzaam fraai en heerlijk lommerrijk aangelegd park is, met tal van riante plekjes en zitjes, zo maakt het publiek in Indië toch in het algemeen weinig gebruik van dergelijke publieke lustoorden. En komt men haast alleen in het park, wanneer daar des namiddags in een muziekuitvoering plaats heeft. Station. Een groot, geriefelijk station. Het voorplein, waar thans betrekkelijk weinig rijtuigen staan, ziet bij aankomst van de exprestrein doorgaans zwart van de vele vehikels die in razende vaart wegrijden zodra ze een vrachtje te pakken hebben. Voor de voetgangers wordt het alsdan een waar sauve qui peut. Het passeren van de exprestrein. Dagelijks loopt een exprestrein van Weltevrede via Chikampek over Bandung naar Oost-Java. Deze trein is betrekkelijk kort van samenstelling, aangezien hij langs vrij steile hellingen en door zeer sterke krommingen moet rijden. Een deel van de Bragaweg. We hebben hier een kijkje op de hoofdverkeersader van Bandung, die vooral in het zuiden een ware winkelbuurt is. Op enkele uitzonderingen na hebben de winkels in Indië van buiten vrijwel het aanzien van gewone woonhuizen met voorgalerijen. Alleen enkele zeer moderne winkels maken hierop een uitzondering. De winkels worden vrij algemeen met de naam toko aangeduid. Langs Sociëteit en Warenhuis de Vries. Men is hier weer op het drukke kruispunt beland en ziet recht voor zich het geheel in Europese stijl en met verdieping opgetrokken warenhuis. Dergelijke grote magazijnen vindt men in Indië overigens alleen op de hoofdplaatsen. De Europese winkelstand heeft een zware concurrentie van de Chinezen te verduren. Nieuwe buitenwijk, Merdeka. Men is hier in het noordoostelijk gedeelte en een der fraaiste uitleggers van de stad, op geleidelijk oplopend terrein. Frisse huizen, in moderne stijl gebouwd, met fraaie voortuinen en erven, geven met de beplanting langs de weg aan het landschap een bekoorlijk aanzien. Niettegenstaande deze wijk nog betrekkelijk nieuw is, zijn de wegen dankzij de groeikracht van de Indische flora reeds heerlijk beschermd.